Duitsland verscherpt de grenscontrole. En wat ik daarvan vind is dat ik het wel kan begrijpen. Opvangen is één, maar huisvesten en dergelijke, dat is een volgend plan. Ik kan me aan één kant wel voorstellen, want de stroom is zo groot dat ze niet weten waar ze met die mensen naartoe moeten. Moet Nederland de grenzen verscherpen? Als ze het op een eerlijke manier doen en mensen die echt vluchtelingen zijn hier toelaten, dan vind ik dat wel correct. Als we vol zitten wel, zolang er plaats is, dan zou het misschien door kunnen gaan. Nou, die mensen die komen uit landen waar zo verschrikkelijk veel leed is. Je gaat niet zomaar wekenlang vluchten voor niks. Ik denk dat heel Europa zijn handen bij elkaar moet slaan, om die mensen op te vangen. Hier is alles in Holland zo geconcentreerd rond de steden. Je kunt moeilijk mensen op de Veluwe zetten en zeggen van red je maar. Er moet ook huisvesting zijn, er moet ook werk voor de mensen zijn. En dat vind ik moeilijk. Nou, mijn conclusie is dat de mensen dus beter in kaart gebracht moeten worden en beter opgevangen moeten worden.